Hallo, ik ben Leoniek. Ik wil jullie wat vertellen over wildplukken. In deze tijd willen we natuurlijk allemaal ons immuunsysteem versterken. En dat kunnen we heel goed met planten om ons heen. Wat groeit er allemaal om ons heen? Brandnetel, paardenbloem, braamblad, kleefkruid, hondsdraf, noem maar op. Dus ik zal jullie even wat laten zien. Kom maar even kijken. Kijk, we beginnen hier natuurlijk met de brandnetel. En die brandnetel, die pluk ik dan met een handschoen. Maar die zit bordevol vitamine en mineralen. Bijna alle vitamine en mineralen zitten erin. Dus deze gaan we meenemen, ook om te zuiveren, maar ook om aan te sterken in het voorjaar. Tegen verzuringsklachten, tegen reumatische, jichtachtige klachten. Om je huid te zuiveren, om je haren aan te sterken. Er zit ook silicea in. En ijzer, mangaan. Calcium, van alles en nog wat. Dus vitamine A, B, C, D. Dus neem de brandnetel vaak. Dus die nemen we in ieder geval mee. En dan zie ik hier ook het kleefkruid. Zie je? Kleefkruid is een heel klein plantje wat je vast nog van vroeger kent. Omdat het zo lekker aan je jas kleefde. Hier is een iets groter. En die maakt je lymfesysteem helemaal schoon. Dus die maakt eigenlijk alles schoon van binnen. Dus ook deze nemen we mee om in onze infusion te doen. Dan zie ik hier nog hondsdraf. Kijk, dit is het blaadje van de hondsdraf. Geeft straks hele kleine paarse lipbloemetjes, heel schattig. En is heel goed tegen insectenbeten of wondjes in de mond. Maar ook als je bijvoorbeeld keelpijn hebt of hoge luchtwegproblemen. Er zit ook veel vitamine B in, dus ook ontzettend lekker in de pesto. Maar die kunnen we dus ook nu gebruiken.